ben Arjan Breuren van Loonbedrijf Breuren uit Klaaswal. Wij werken veel in de Hoekse Waard, dat is onder Rotterdam. We doen veel zaai- en pootwerkzaamheden, verplegingswerkzaamheden en oogstwerkzaamheden. En daarnaast doen we ook wat in de bemesting met dierlijke bemest. We staan nu voor de Kwelland Optima zaaimachine. Die gebruiken we voornamelijk voor de snijmais en voor de suikermais. En we zaaien daar ook pompoenen mee. En de Optima zaaimachine wordt gebruikt in combinatie met de extra fronttank. Die we gebruiken voor het toedienen van vloeibare kunstmest. We zijn in bezit van de Kvenland Mini en Nova zaaimachine, de Kvenland Monopil. En daarnaast hebben we nog een 12-rijige Optima zaaimachine. De 18-rijige Monopil zaaimachine wordt gebruikt in combinatie met de extra fronttank voor het toedienen van vloeibare stikstof. In de rij ook. En dezelfde tank, de fronttank, gebruik ik ook in combinatie met de Optima zaaimachine voor het toedienen van fosfaat bij de tuinbonen. Nou, een van de redenen waarom we deze combinatie aangeschaft is dat we de zaaimachine, de Monopil en de Optima kunnen combineren met elkaar wat de tellers betreft. En een groot voordeel van de extra fronttank is dat we die op dezelfde tellerscomputer kunnen combineren. Dus we kunnen op één scherm de extra fronttank bedienen en de zaaimachine. En die zijn aan elkaar gekoppeld en die werken ook op dezelfde geocontrol met elkaar. Nou, een van de belangrijkste redenen bij de aanschaf van de extra live fronttank en de zaaimachines is het uitschakelen van de rijen op de koppakkers, in de spuitbanen en op geren. En voornamelijk voor overlap. Door het uitschakelen op de koppakkers en in de spuitbanen bespaar je mee zaaizaad. En omdat we ook rijen bemesting toedienen tijdens het zaaien. Daarmee kun je al tot 15% besparen op stikstof. Maar kunnen we ook tegelijkertijd op de kopakkers en in de spuitsporen besparen op stikstof. En is het onnodig om daarmee extra bemesting toe te dienen. Een van de belangrijkste redenen waarom we gekozen hebben voor een Isobus zaaimachine is dat we de Monopil zaaimachine en de Optima zaaimachine in een handomdraai kunnen wisselen met elkaar. Door het insteken van de stekker achter in de trekker zijn alle gegevens van de Optima of van de Monopil zaaimachine in één keer in beeld zonder daardoor fouten te maken in werkbreedtes, in rijafstanden en andere zaken. Daarnaast kunnen we de Isobus tellers gebruiken voor andere machines die ook voorzien zijn van Isobus. Door de innovatieve techniek van Kvenland zijn we als loonbedrijf in staat met de extra live fronttank en de Optima zaaimachine de mineralen beter te benutten in de wortelzone. Doordat we ze naast de rij inbrengen tijdens het zaaien. Daardoor gaan we ook tegelijkertijd bewuster om met het milieu door te besparen op meststoffen en mineralen. When farming means business.